Yo mensen, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuw live compleet hier op Call of Duty Black Ops 3. Op dit moment sta ik echt mega ver achter. Alleen weet je wat het leuke is aan mega ver achter staan? Je kan proberen om aan het einde van het potje niet meer achter te staan. Dus dat is ook precies wat ik vandaag ga proberen. We staan dit met 14, wat echt mega veel is. Kills achter, 16 kills dit met achter. Maar ik ga wel gewoon proberen om te winnen. Dus vind je dit dan leuk om naar te kijken, mensen? Dan natuurlijk subscribe, like op. Ik gebruik de FFAR, Assault Rifle. En ik ga proberen iedereen af te slagen. Ik weet, dat is het kutte. Ik weet waar die fan staat die op dit moment eerste staat. Ik weet waar hij zich bevindt in de map. Alleen ik kan hem niet zo makkelijk killen. Dus ik wil dat natuurlijk eigenlijk wel doen. Ja, vieze camper, jongen. Ik wil hem heel graag killen. Alleen ik ga nu niet bij hem kunnen komen. Dus hij maakt nu zo onwijs veel kills. En dat, ja shit, hij heeft sowieso, ik kan dit eigenlijk al niet meer winnen man, hij heeft me ook namelijk een taal om. Oh, Hellstorm heeft hij ook? Wauw, ja, ik kan dit niet meer winnen eigenlijk. Ja shit, ik kan mijn best proberen te doen, maar hij heeft al 26 kills. Oké, nou ja, een comeback maken is altijd leuk. Alleen in sommige potjes is het gewoon zo goed als onmogelijk. En dit was zo'n potje. Ik dacht, ik kan het nog proberen, weet je, misschien gaat het nog lukken. Maar het is niet eens mogelijk om het hier te proberen, joh. Deze comeback, die zit er niet in, nee. Nee, verloren, helaas. Alsnog sta ik gewoon in de top 4, hè. Alsnog sta ik in de top 4, terwijl ik echt... Ik ben net 1 minuutje in dat potje, maar we gaan gewoon een ander potje erachteraan spelen. Deze keer heeft Blaze Boss wel gewonnen. Het was een playing game. Ik stond al 14 kills achter toen ik erin kwam. Maar kijken of hij het volgende potje ook kan winnen, terwijl we van het begin af aan spelen. Dus ik ben benieuwd. Oké, jongens. Potje nummer 0, eigenlijk 1, want die vorige kan je niet natuurlijk echt meetellen als een potje. Alleen vanaf dit moment zit ik er vanaf het begin in. Dus we spelen nu eerlijk. Zie ik nou echt beneden hier? What the heck? Op mijn 6-6 staat er iemand naast me, maar in het echt zit er helemaal niemand. Oh, die gaat naar boven. Ah, kutzooi. In het echt zat er helemaal niemand. Ik weet niet waar die zat. Misschien zat hij wel beneden. Liep hij daar een rondje of zo. Ik heb geen flauw idee. Maar nu zitten we vanaf het begin af aan in het potje. Dus nu is het natuurlijk wel iets eerlijker. Niet dat ik... Jij vieze camper. Heb je daardoor net het potje gewonnen of niet? Dat vind ik niet echt cool van je. Ja, je stond nu zelf ook te campen. Ja, dat klopt. Daar heb je helemaal gelijk in, ouwe. Ah, shit. Oké, ik weet nu hoe hij speelt. Oké, ik weet hoe hij speelt. Hij wil graag die potjes winnen, die Blaze Boss. Alleen hij gaat de hele tijd dat gebouwtje in. Het is niet zo dat hij er echt gewoon in stil gaat zitten. Maar hij blijft er wel in spawn trappen. Dus... Vieze campers. Wat doen jullie allemaal, man? Ah. Ik zit een beetje tegen campertjes, moet ik zeggen, nu op dit moment. Ze lopen ook gewoon langs me, kijk dan. Dat vind ik nog het leukste van alles, hè, als mensen langs je lopen. Deze vent die had me op geen enkele mogelijke manier kunnen zien, hoor, daar niet van. Maar ik vind het gewoon grappig als jij weet dat er iemand langs je loopt. En die gozer heeft zelf helemaal niks in de gaten. Blijft gewoon grappig. Zo, dat is gevaarlijk, joh, die vent. Nou, ik was onzichtbaar, maar er zat niemand. Ik blijf expres heel even in dit huisje, puur omdat ik mijn UAV wilde halen. En nu wil ik graag mijn Rave ook halen, want dan kan hij wat kills pakken. Dus ik ben me heel veel aan het concentreren. Wauw, gooi er echt... Die vent zat gewoon te wachten met de shock charges al, maar dat heb ik ook nog nooit... Oh, joh. Zo, dat wist ik, jongen. Ik dacht, als hij me nou niet ziet, dan overleef ik het. En hij zag me ook niet. Dus ik vind het helemaal mooi, joh. Zo, onzichtbaarheidsmantel heeft mijn leven gered. Oh, ik riep mijn hater te verlaten in, jongen. Ik riep mijn hater te laten in. Dat ik roep mijn hater in, dan kan ik zien waar die vet voor me zit. Maar blijkbaar was er alweer eentje naast me gespand die ik niet had zien aankomen. Dus dan ga je natuurlijk ook niet overleven. Even wachten op de shock charge nu. Sorry, vriend. Oké, Rave die killt nu ook gewoon lekker door. Dat ding kan best wel veel kills altijd oppakken in free for all.
En ik denk dat die gozer dit potje niet gaat winnen. Want hij staat nu al best wel ver. Hij heeft pas 9 kills. Wij hebben er 19. En dan moet je nagaan wat het verschil is als je in een playing game komt. Met het verschil dat je gewoon in een nieuw potje komt, om maar zo te noemen. Want nu staan wij keihard, maar ook echt keihard voor. Terwijl net natuurlijk hij gewoon... Oh, goede kill, Tenedos. Terwijl net gewoon hij keihard voor stond en ook keihard heeft gewonnen. Dus dat is echt gewoon puur het verschil tussen een... Dat is puur het verschil tussen een playing game en een nieuw potje. En mijn Rave die doet helemaal niks, joh. Hey, Rave, je kill eens even wat, joh. Zo, jij bent gerekt. Woehoe. Oeh, ik zag je spannen. Oké, okay, Rave. Oh, goed zo. Nee. Oh, ik dacht, ik probeer een beetje bij te healen, weet je wel. Ik dacht, ik blijf heel veel staan, want ik ben al bijna dood. En als hij nu op me afkomt, ben ik ook gewoon één kogel dood. Maar hij kwam me challengen, dus dan gaat het feestje helaas ook niet door. Seraph liquidated. Het is bij de way best nog steeds gewoon een poepwapen, die FFAR. Ik gebruik het gewoon puur omdat ik het grappig vind. Maar het is echt, ja, die FFAR is eigenlijk echt gewoon een kakding. Hij is ook helemaal niet sterk, joh, dit ding. Ik vertrouw die spawn niet. Ik weet niet of er daar iemand... Oh, die is dood. Ik weet niet of er daar iemand achter me spant, dus... Daar bedoel ik dus. Deze keer heb je verloren, jongen. Hij staat deze keer derde. Maar hij staat 30 om 7. Hij staat 15 om 15. Dus dan zie je echt het verschil van een playing game joinen en een heel nieuw potje starten. Maar we doen er nog eentje achteraan. Game nummer... Ja, hoe wil je het zeggen? Game nummer 2 à 2,5. Dus, die proberen we ook te winnen. Misschien een andere map. Misschien dezelfde map. Ik geef fly away. Dus kom maar op. Dan zijn we dan in het laatste potje van... Niet met challenge, vriend. Het laatste potje van vandaag. Het is op de map Breach. Eén iemand, dat hoorde ik al. Die heeft het nailgun. Oftewel het wapen, het submachine gun dat spijkers afschiet. Dus we moeten heel even kijken hoe we dat natuurlijk gaan aanpakken. Want dat ding is best wel heel erg sterk. En ja, we gaan gewoon kijken of we dit potje kunnen gaan winnen. Het is op de map Breach. We zitten in een nieuwe lobby. Dus dat houdt in nieuwe mensen, nieuwe wapens, nieuwe specialisten, nieuwe scorestreaks, nieuwe campers, nieuwe speelstijlen. En we gaan proberen om te winnen. Zoals... Oké. Nieuwe melee runners, om maar zo te noemen. Oh, hoe wist hij dat ik terug zou komen? Hoe? Waarom had je verwacht dat ik terug zou komen? Ik had niet naar hem gekeken, ik had niks gedaan. En toch wist hij, en toch had hij verwacht dat ik terug zou komen. Dat is echt... Als ik niet was teruggekomen, stond hij daar gewoon ingestopt om te wachten. Kon hij niks. En dat had hij waarschijnlijk nog gedaan ook, want... Oh fuck, ik wist het, maar ik dacht niet dat hij op me af zou rennen. Kak jongen, we staan nu 3 om 5. Dat is niet helemaal de bedoeling, jongens. Ik wil hier niet staan, ik wil hier niet staan, ik wil hier niet staan, ik wil hier weg, want anders komt die Phantom af. Zo'n sneaky spot, hè. Zo'n sneaky spot. Deze keer niet, jongen. Zo. Ik was ook onzichtbaar, dus sowieso had hij me niet echt kunnen zien, gelukkig. Kom dan. Nee, jongen. Ah, oh, dat ding is zo... Oh, ik word door iemand anders gekild. Lol. Ik werd door de nailgun beschoten. Alleen iemand anders met een Man of War heeft me gekild. Dus die vent is kei, maar ik heb keihard gekillstield gewoon. Dan weet ik in ieder geval dat hij niet blij is. Dat weet ik sowieso. Oh, die vent komt op me af, maar er komt hier ook heen. Ja, ik wou net zeggen, joh, ze gaan sowieso tegelijkertijd komen. Ik wou zeggen tegen jullie, ze gaan sowieso tegelijkertijd komen. En wat doen ze? Ze komen tegelijkertijd. Ik fucking wist het al, jongen. Jammer, jongen, ik was onzichtbaar. To the loot! Vieze camper, jongen. Voor mij mag die er blijven zitten, hoor. Ik heb er geen last van, maar... Ik sta er nu namelijk ook. Oh, ik dacht dat ik nog 4 kogels had. Shit! Ik dacht, met 4 kogels kan ik me killen. Dat is meer dan genoeg namelijk, dat je ervoor nodig hebt. Alleen ik had er nog maar 2. Dus met 2 dat gaat het niet mee lukken. Dat was een snipertje, die vent. Die had een SVG in zijn handen. Maar hij heeft nog wel die gozer die in het doekje stond. Die had gestunt.
Die heeft er nog wel voor gekillt, dus ik vind het wel grappig. Ik hoorde je, jongen. Oké, ik ben alweer onzichtbaar. Nee, jongen, ik was onzichtbaar. Jammer, hè? Volgende keer beter. Komt er weer een naar boven. Komt-ie. Nee, hij gaat naar rechts. Jij vieze lul, jongen. Holy shit, kutzooi. Hij zat daar, hè, dat hoekje. Hij dacht, ik heb een kill gemaakt. Ik blijf zitten. Ik zit hier goed. Ik zit hier goed. Ik zit hier veilig. Maar dat zat hij niet. En ik was zelf ook niet veilig. Dus dat is dan net een beetje jammer. Haha, ik had de echte. Volgende keer beter, jongen, met je psychosis. Oké, dan komt er binnen 5 seconden één keer naar de boven. 3, 2, 1. En dan ga ik nog dood. Kakzooi! Oh. Ik was nog. Ik wist dat hij eraan kwam, want ik wist precies waar hij zou spannen. Dan ga ik. Oh, kut, ik ga nog een keer door hem dood. Wat? Ik ga 2 keer door hem dood, man. Dat is wel echt slecht, gewoon. 2 keer wist ik dat hij eraan kwam. 2 keer wist ik dat hij daar zat. En 2 keer killde hij me, jongen. Met zo'n weevil. Eerste keer dat ik het wapen heb. Hoho, dit ding is lachen. Oh, dat ding wil ik zo graag hebben in een supply drop, man. Ook al is deze, ook al is Infinite Warfare al uit. En ook al zijn er al andere games. Oh my god, dit ding is lachen. Ik wil dit ding ook hebben. Dit ding is super vet. Oh, hij zit wel een beetje delay in die kogels dus. Dus dat is wel iets minder. Maar als je daar helemaal aan gewend bent, dan kan je iedereen mee afknallen, joh. Er zat daar ook uit te campen. Ja, hij zit er nog steeds. Ik wou net zeggen, er zit daar ook uit te campen. Ik wist het. Maar ik had niet verwacht dat hij er nog steeds zat. Jij bent echt een vieze camper, jongen. Ik zweer het je, hectic killer. Wauw, wat een vieze rik. Het is dat ik misschoot. Dat komt door dit scheidwapen. Ik heb weer een nieuw gunnetje. Ik moet eigenlijk reloaden, maar daar heb ik geen zin in. Die camper met zijn fucking weevil zit hier nog ergens. Ah, hij zit hier links. Hij zit er nog steeds. Wat een lul is dit, jongen. Hij zit er nog steeds. Kijk dan. Echt, op een gegeven moment mag je er ook weggaan, ouwe. Dat is gewoon... Hij probeert nog een potje te winnen. Hij staat 22-18, maar... ik dacht, hij is al lang daar weg, weet je wel. Dat was mijn verwachting, maar hij zat er gewoon nog steeds. Mooie final kill met het wapen dat ik helaas zelf nog niet heb. Ik hoop het nog wel een keer te krijgen, maar ja, dat is even natuurlijk afwachten. Maar als jullie hebben genoten, jongens, van deze video... Ram natuurlijk subscribe op like knop. En dan hoop ik ook weer jullie te gaan zien... In de volgende video. Dus thanks for watching. Thanks voor de support. Prachtig hier staan wij met ons pakje aan. En tot de volgende keer, mensen. Bye bye.